Hi! Nou, vandaag heb ik shoplog van de Action. Een hele tas vol. Ik heb de spulletjes eruit gehaald. Ik heb twee dingen van de kruidvat. En de rest is allemaal van de Action. En ik ben bij elkaar. De €8,80 kwijt. En ja, laten we maar beginnen. Deze twee dingetjes, die zijn €2 per stuk. Deze zijn van een kruidvat. Deze zijn goedkoper dan alles wat ik bij de Action heb gekocht. Maar ik heb meer bij de Action gekocht dan bij de kruidvat. Ja, dan denk je, ja, maar de kruidvat is duurder dan de Action. Deze waren, oh, sorry, had ik bij elkaar €4 aan kwijt. En ze zeiden van, het is beter als je er twee van deze meeneemt dan dat je er één van deze meeneemt. Want voor hetzelfde geld, ze zeiden dat ik dik haar had. Ik heb ook redelijk dik haar, maar niet echt heel dik haar. Nou ja, maakt niet uit. Ik ga ook dingetjes testen. Dus deze in ieder geval, Spingo, die ga ik nu niet checken, want dat is veel te lang. Dat duurt veel te lang. Tweede, en dit is wel van Action. Zo'n doosje met allemaal laadjes erin. Kijk. Zo. Hoppakee. Nou, deze laadjes waren bij elkaar €0,89, dus gewoon gerond. Rond de €0,90. En je had ook twee keer zo groot, maar dezelfde lengte. En ik dacht, ja, die grote, daar past dan wat minder in. Want deze is ook ietsjes dikker dan die andere. Want die andere heeft maar drie vakjes. En deze heeft er vier. Dus dan is die zo. En dan is die zo. En dan is die even lang. Dus toen dacht ik, nou, ik ga maar beginnen met de kleine. Die hoort er ook bij. En dan heb ik, ja, heb ik twee van deze decoratie duct tape om mee te knutselen. Knutselen, knutselen. Dan moet je naar Evelien en Maureen gaan. En dan kan je ook allemaal, volgens mij met sterretjes. Ja, met, dan heb je Eveline en Maureen. En ja, je hebt, hoe heet het? Daar, zo kan je allemaal video's bekijken. En ze kan echt heel goed uitleggen. Dat hoort er dan ook weer bij. Ah. Zo, en dan hebben we decoratielint van stof gemaakt. Die heb ik niet opengemaakt. Ik heb alleen de kistjes opengemaakt. En die kostte, decoratielint kostte,
79 cent is ongeveer 80 cent. Dan hebben we Labello, de dure. Je hebt ook een ietsjes goedkopere, maar ik heb gehoord dat die heel snel kapot kan gaan. En deze was ongeveer een euro. Vind ik niet duur voor een lippenbalsem. Want deze is ook wat groter dan die andere twee. En het is natuurlijke stoffen. En hopelijk geen kleurstof, want dat is... Hé, hey, hij gaat makkelijk open. Normaal gaan ze altijd heel moeilijk... Oh. Ik heb mijn mond gehouden. Hij is eruit. Hij is zo lang. Oh, hij ruikt heel lekker. Ik ga hem even gebruiken. Ja, ruikt naar kokos. En het blijft er ook heel lang op zitten. Wauw, als je al dit doet, zit het er nog steeds op. Voelt nog steeds vettig aan. Nou, ik ga even snel door. Ik ga hem even in mijn laadje doen, zodat ik hem niet kwijtraak. Daarvoor kan ik hem ook gebruiken. Lippenbalsem. Ik heb meerdere lippenbalsems, maar dan vind ik ze op een gegeven moment niet meer fijn. En dan zijn ze al bijna op. Dan zijn ze ook kapot en dat soort dingen. En het laatste dingetje. Ik heb niet zo heel veel gekocht, omdat ik heel vlakbij woon. En ik ga er om de 3 weken heen. Ja. Dan koop ik de ene keer dit en dan koop ik de andere keer dat. En dan ga zo maar door. En de andere keer had ik een make-up ding gekocht. Ik heb allemaal make-up spullen gekocht. En even snel. 2 van deze gummen. Waarom ik geen grote gum heb gekocht, ga ik jullie nu uitleggen. Omdat ze... even groot zijn. Ze zijn allebei zo groot. Maar hij was 1 euro. En dit is bij elkaar 60 cent. Dus eentje is 30 cent per stuk. Eigenlijk is die 58 cent. Want eigenlijk zijn ze 29 cent per stuk. Maar ja. Geen idee waarom ze dat niet gewoon... naar 30 cent hebben gemaakt. Dan kan je zo 30 cent meenemen. En in Nederland betaal je helemaal niet meer. Met de cent. Met de 1 cent en de 2 cent. Ik heb er wel een paar. Maar die is heel handig op vakantie. Want ik ga heel vaak naar Frankrijk. Dus, oh, en trouwens over deze groen. Maar dan kan ik kiezen of... dit haat ik. En ik heb geen... oh. En ik heb geen schaar bij de hand. Want mijn lekkerste plekje... dat kan niet. Ah. Hij gaat al open. Hoppakee. Nou, dan kan ik er eentje voor thuis gebruiken en eentje voor op school bijvoorbeeld. Maar die andere, dan moet je hem door de helft breken. En hij was niet zo heel mooi. Ze waren allemaal, sorry, heel lelijk.
En deze waren goedkoper. Nou, ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat... hopelijk heb ik... goede dingen gekocht. Doe alvast een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe dan nog steeds. En hieronder abonneren. En dan zie je mij de volgende keer weer. Bye.